Hertekamp is een onderdeel van COSIS, de grote organisatie Novo, samengegaan met Promus Care een tijd terug. Wij hebben hier 21 cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap en die zijn bij ons aan het werk. Ja, in de achtergrond hoort er allemaal bij. Ja, precies. In de stal of in het theehuis, daar kunnen ze voor kiezen. Oké. En wat maakt het dat mensen het hier zo leuk vinden? Ja, we zijn natuurlijk een hele gezellige groep met mensen. En je kunt hier heerlijk koffie drinken, spelen of bij de dieren kijken. Ja. Jeu de boelen. Ja. Want ik zie allemaal dieren om me heen. Welke dieren hebben jullie allemaal? We hebben geiten, schapen, konijnen, cavia's, katten, hamsters, kippen, varkens. Ja, leuk. En is het ook toegankelijk voor mensen hier uit de buurt? Zeker, het is voor iedereen toegankelijk, jong en oud. Ja. En ziet u ook vooral welke doelgroep hier komt? Nee, dat maakt geen verschil. We hebben een hele grote kaart van Nederland hangen. Daar plakken mensen als ze van ver komen hun naam op de plek waar ze wonen. En we hebben al Israël, Nederlandse Antillen, hebben we ook al gescoord. Maar ja, ook heel Nederland en België. Ja, dus eigenlijk iedereen komt hier langs. Maakt niet uit, iedereen is welkom. Ja. En ik zie dat je met een hele mooie bezem in je handen staat. Wat ben je hier aan het doen? Nou, rondje veen en zo. Ja. Dus alles netjes maken. Ja. Dus jij zorgt een beetje voor het onderhoud van de hokken, zeg maar. Ja. En wat doe je nog vooral, wat doe je nog meer hier allemaal? Rondje afval. Dat is afvalrondje, ja. Ja. En jij werkt hier ook bij de hertenkamp. Wat doe jij hier vooral? Klanten helpen, bedienen. Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Sociaalheid, de mensen hier, die hier komen. Ja. Dus je maakt ook wel regelmatig een praatje met mensen die hier langskomen? Ja. Waar hebben jullie het dan vooral over? Gezelligheid, wat we hier allemaal doen. Ja, en ik ga straks mee met twee jongens die hier werken. Die gaan naar mensen thuis om wat dieren te verzorgen. Hoe werkt dat? Nou, deze jongens hebben zich gespecialiseerd in het bekappen van hoefjes. Maar ook het knippen van nageltjes voor cavia's of katten of wat dan ook, konijnen. En zij fietsen tegenwoordig binnen een straal van 6 kilometer rondom Harkstede naar klanten toe. Om daar de hoefjes te bekappen. Nou, heel erg bedankt voor je tijd en bedankt voor de gezelligheid. Graag gedaan.